Goedemorgen iedereen, het is vandaag dinsdag 19 december en welkom bij een nieuwe Vlogmas! Ik zit momenteel een beetje op de grond en ik heb hier mijn kopje met cornflakes die ik gisteren had gekocht. En voordat je nu verder gaat met kijken, laat me eventjes vragen aan je, wat heb jij vanmorgen gegeten? Ik zal bovenin het ietsje, volgens mij is dat aan die kant. Nee, dat is aan deze kant. Zal ik eventjes een poll aanmaken en vul eventjes in wat jij vanmorgen hebt gegeten. Doe dat even voor mij. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie gaan antwoorden. En of ik een beetje de goede keuzes heb kunnen maken voor de poll. Ik zal even wat verschillende opties gaan doen waarvan ik denk dat mensen dat in de ochtend eten. Dus als je dat hebt gedaan, gaan we nu verder met de vlog. En ik heb hier naast mij al de adventskalenders liggen. Want dan gaan we die gelijk even openen. Wat is het? Ik zie het bijna niet. Ah, het is een... Oh, huh? Het is een Invisible Kiss Transparent Lip Liner. Wat is dat dan? Een Transparent Lip Liner for precise application. Can be combined with any lipstick color. Huh? Want ik dacht eigenlijk van het is een soort van witte eyeliner of zo. Maar het is dus transparant. Ik weet niet, ik ken dit helemaal niet. Oh ja. Hij geeft helemaal geen kleur af. Oh, ik moet even niezen. Aha, oké. Maar dit zou dan voor... dienen dat hij dus niet uitloopt, maar je kan het dus met elke lipcolor doen. Ja, het voelt op zich wel stevig. Ah, ik ben echt heel benieuwd hiernaar. Ik zou het eens even moeten uitproberen, want ik wist helemaal niet dat dit bestond. Dus dat is wel echt heel erg cool. Moving on naar de Unique posters. Ik ga ook weer op zoek naar nummer 19. En deze ziet er heel tropisch en zomers uit in ieder geval. Dat zijn allemaal meisjes die een groente of fruit voor zich hebben als kleding. Super schattig. Zo, dan moet ik even niet mijn cornflakes vergeten, anders wordt het natuurlijk helemaal niet meer knapperig. Hij is niet meer knapperig. Nou, gisteravond vertelde ik jullie dat ik me niet zo lekker voelde. Ik had echt rillingen over mijn hele lichaam heen. En daardoor sliep ik vannacht echt verrot. Eigenlijk gewoon, voor mijn gevoel heb ik bijna niet geslapen. Dus ik ben heel moe. Ik heb heel erg last van mijn rug. Rillingen zijn wel een beetje weg in ieder geval. Ik heb gewoon het idee dat ik ziek aan het worden ben. Maar dat het niet wil doorzetten. Dus dat je een beetje zo ertussen hangt. Dus ik ben gewoon eigenlijk gewoon niet fit. Maar niet ziek genoeg om te zeggen dat ik ziek ben, vind ik. Dus ik heb vanmorgen al even vitamine C genomen. En een gemberteetje. En ik heb even gedoucht. Dus nu voel ik me alweer wat beter. En ja, laten we gewoon hopen dat het voorbij gaat. En dat het niet ineens doorzet. En dat ik echt ziek word. Want dat kan ik nu echt even niet gebruiken. Nou, laat ik maar meteen eventjes de kalenders erbij pakken. Wauw. Het is een Milk Gentle Soap. En hij ruikt heel lekker. Er zit shea butter in, zie ik. Dus dat is echt een heel lekker zeepje. En hij ruikt heel lekker. Hij ruikt een beetje naar babypoeder of zo. Erg lekker. Nou, ik ga me heel veel opmaken en mijn haar doen en zo. En dan zie ik jullie zo weer. En vandaag is trouwens echt een mooie dag. Want ik zie hier het zonnetje schijnen. Dus dat is echt super lekker. Ik vond die sneeuwdagen natuurlijk heel erg gezellig. Maar zelf hou ik meer van zon. Dan word ik er wat vrolijker van. Dus ik ben best wel blij dat er een zonnetje is vandaag. Ik hoop dat die blijft. Nou, volgens mij is het weer een hele lange tijd geleden dat we een keer een make-up routine op onze blog hebben. Of op ons kanaal hebben opgenomen. Dus ik dacht, misschien is het wel erg leuk om een keertje aan een Vlogmas aflevering toe te voegen. Ik zit hier bij mijn make-up tafel. Ik heb hier een spiegel op het raam hangen, zodat ik mooi natuurlijk licht krijg. Dus als ik daar naartoe kijk, dan weet je het alvast. Ik ga eerst even beginnen met mijn huid. En daarvoor gebruik ik dus de Renewed Hope in a Jar crème van Philosophy. Die is echt super lekker. En die brengt wel echt heel dik aan. Omdat ik dus nu zo'n super droge huid heb. Maar ik moet zeggen dat het vandaag weer oké uitziet. Het is echt, de ene dag is het weer heel schilferig en droog. De andere dag is het een beetje. Dus ik hoop dat we nu inderdaad een goede dag hebben. Wanneer ik deze make-up routine ga opnemen. Zo, dus dat was één laagje. En dan doe ik toch nog even wat extra hieronder. En het fijne aan deze is dat hij super snel intrekt. Dus ik hoef eigenlijk niet eens heel erg lang te wachten totdat ik verder kan gaan. Voor foundation gebruik ik de Estée Lauder Double Wear Stay in Place Make-up. Ik heb hier een tijdje geleden, gingen we naar het event hiervan. En sindsdien gebruik ik hem. En ik vind deze echt heel erg fijn. Hij is een klein beetje iets te donker. Dus ik meng hem een heel klein beetje met deze. Dit is de Rimmel Lasting Finish 24 Hour Breathable. En sinds mijn huid zeg maar wat vervelender is, gebruik ik niet zo heel vaak meer een spons. Omdat het make-up gewoon niet heel goed wil blijven zitten. Maar ik heb hier een stippling brush die ik heel erg fijn vind om te gebruiken. Nou, anderhalf pompje van deze Estée Lauder. En deze foundation komt echt met zo'n sponsapplicator. En dat meng ik eventjes op mijn hand. En dan zet ik gewoon stipjes.
Klein beetje, toch nog met een spons. Plekjes die een beetje anders streperig zijn geworden. Ik moet het even naar beneden trekken, want mijn nek is altijd zo ontzettend wit. Mijn gezicht is altijd bruiner dan mijn nek. Ga ik nu door naar de wenkbrauwen en daar gebruik ik de Benefit Precisely My Brow Pencil voor. Eerst doorborstelen zodat mijn haartjes goed zitten. Ik kreeg laatst complimenten op mijn wenkbrauwen en dat vind ik altijd echt super leuk om te horen. Want ik doe altijd mijn best om ze gewoon zo natuurlijk mogelijk uit te zien. Maar echt wat ik heb met een huiddag heb ik ook gewoon soms met wenkbrauwen. Die willen soms gewoon echt niet zitten. En ik hou hem helemaal aan het uiteinde vast. Dan ga ik niet te veel druk zetten zodat ze heel donker worden. Dus ik doe heel lichtjes zo. Ik moet wel heel even daar kijken, want anders zie ik niet wat ik doe. En dan probeer ik een beetje de lege plekjes mee op te vullen. Terwijl ik vroeger altijd echt zo'n goede strepen met poeder of wat dan ook deed, gewoon alles. En nu probeer ik echt rustiger gewoon alleen de lege plekjes op te vullen. En dan zie je dat ze toch een stukje lichter en natuurlijker ogen. Bij mij kunnen wenkbrauwen echt al gewoon snel too much zijn. Dat is al een stuk beter. Maar nu ga ik hem nog een klein beetje doorborstelen, zodat het net nog iets lichter wordt. Vooral aan de voorkant. De camera ziet er nog net ietsje donkerder uit. Natuurlijk ook nog de andere. Ja, nu zie je dat ik deze inderdaad iets dunner heb. Ik ga deze ietsje smaller maken, want die heb ik nog iets te dik gemaakt. Volgens mij ziet het er wel op camera echt anders uit. Don't worry, in het echt zien mijn wenkbrauwen er mooi uit. Zoals je nu iets hebt van, de rest zien er niet uit. Ze zien er wel uit. Ik heb hier een concealer van Bobbi Brown. Het is echt een hele goeie. Hij is wel dikker. En hij dekt heel erg goed. Dus hij is perfect voor het bijwerken van mijn wenkbrauwen. Dus ik heb hem, even kijken hoor. Heb ik hem iets dikker gemaakt dan de bovenkant. En dan kan ik hem ook wat scherper maken. Dus ik ga gewoon met een rechte lijn zo. Kijk. Ik kan hem echt wat rechter en scherper maken. En dan blend ik zo meteen uit hoor. Dan doe ik uiteraard ook nog een beetje aan de andere kant. Vooral aan de bovenkant. We moeten onze wenkbrauwen echt weer een keer laten doen. Wenkbrauwen zijn gedaan. Ga ik nu verder naar dit paletje van Catrice. Zoals je kan zien, hij ziet er al best wel erg gebruikt uit. En dat komt omdat ik hem echt super fijn vind. Dit is de Catrice The Precious Copper Collection Eyeshadow Palette. Die van die hele mooie koperen kleurtjes. En ik gebruik, zoals je kan zien, altijd deze. Dat is echt een hele mooie lichte kleur. Zeg maar niet te opvallend, maar wel zeker nog een mooi kleurtje. Dus ik breng dat gewoon aan over mijn hele ooglid. Dit is trouwens gewoon mijn everyday super makkelijke make-up. Dus hier ben ik normaal echt best wel snel mee. Dus over mijn hele ooglid. Ik weet niet of je het kan zien, maar haar shine echt super mooi. Een soort van lichte koperen kleur. Zeg maar echt niet rose gold of koper. Maar echt wat lichter. En ook nog een beetje aan de onderkant. Dan heb ik hier een wimperkruller. Deze is van Hema en ik vond het wel heel tof dat hij helemaal zwart is. Ik had echt een nieuwe nodig. En deze zijn wel gewoon helemaal goed. Prima. Nou ben ik echt net door een mascara heen. Deze vond ik echt super fijn. Dit is de Paradise Ecstatic van L'Oreal. Super fijn, maar die is nu dus op. Dus ik gebruik nu deze van Essence die ik in de adventskalender heb gehad. Die is ook wel echt super fijn. En een hele vette, dikke mascara borstel. Oké, ik ben nu een beetje gehaast te werk gegaan. Het zit echt overal op mijn ogen. Ik moet heel veel die mascara hierboven en hierin laten drogen. Zodat ik het zo meteen makkelijk kan verwijderen. Maar ik heb trouwens ook nog andere mascara's liggen. Die ik gewoon een beetje afwisselend van elkaar gebruik. Dit is bijvoorbeeld de MAC Studio Sculpt Super Black Lash. Die heeft echt een heel raar borsteltje. Kijk, super gek borsteltje. Zit me echt maar aan één kant. Dus ik heb mezelf hier wel heel hard een keer mee in mijn oog geslagen. Dat wil je echt gewoon niet hebben. Maar goed, verder separeert hij wel heel goed. Dit is de MAC, weet ik eigenlijk niet, MAC mascara ook. Die heeft ook zeg maar zo'n heel vet borsteltje. Vind ik dat deze wel heel erg lijkt op diegene van Essence die ik net heb gebruikt. En welke ook echt gewoon super fijn is en die gebruik ik ook al heel lang, is de Roller Lash van Benefit. Ik heb hem hier in de kleur bruin. Dat is ook wel heel erg mooi om te gebruiken. Als je zeg maar altijd zwart gebruikt, is het wel een leuke afwisseling. En dit borsteltje is echt gewoon te gek. Ik ga nog heel eventjes mijn wenkbrauwen vastzetten met de Gimme Brow van Benefit ook. Dan ga ik er eventjes snel doorheen. Want mijn wenkbrauwharen, die hebben echt een eigen wil. Momenteel gebruik ik voor mijn bronzer de Max Factor Cream Bronzer in de kleur 05 Light Gold. Dat is deze. Ik ben nog niet zeker of er echt een shimmer in zit. Hij is zeg maar niet echt shimmerig, maar er zit wel een soort van glans in. Maar ik vind dat je dat niet heel erg duidelijk terug ziet erin. Dus dat is helemaal prima. Ik gebruik hier dat kwastje dus voor van mijn AliExpress shoplog. Ik denk dat dat mijn allereerste AliExpress shoplog is geweest. Dus doe gewoon een beetje erin. En eventjes zo.
Ja, en ik heb die mascara vlek daar nog steeds zitten. Maar ik wacht gewoon heel even. Oh my god, wat is er nou gebeurd? Ik verlies in één keer heel veel haren. Huh? Dat is echt nog geen één keer gebeurd. En ik gebruik deze borstel echt al 2 weken of zo. En als laatste de highlighter. Ik ben hier echt zo ontzettend blij mee nog steeds. Het is de highlighter in de samenwerking van Naked Tutorials en Ofra. En dat is de allereerste uit die ze heeft uitgebracht. Dus met de 3 kleuren. Maar je kan ze nu als het goed is ook loskopen. En ik ben echt dol op deze kleur en deze. Die zijn zo ontzettend mooi. Daar gebruik ik eventjes een beetje een vrij compacte kwast voor. Ik gebruik eventjes deze kleur. Moet je kijken. Yes! Ik vind deze zo ontzettend mooi. Dat is echt mijn lievelingshighlight. Ik gebruik eigenlijk alleen deze nog. Klein beetje op de neus. Zo. Even kijken, ben ik nou nog iets vergeten? Ik gebruik geen poeder of andere finishing spray. Ik kan wel nog even iets op mijn lippen doen trouwens. Dit is een Estee Lauder lipstick in de kleur 430 Crazy Beautiful. Het is gewoon een beetje een roze kleur. Heel klein beetje. Ik vind hem best wel roze. Spring er nog heel veel, een klein beetje van deze overheen. Dit is de samenwerking van Estee Lauder en Victoria Beckham. Matte lipstick in de kleur 01 Victoria. En dan is die net wat minder roze. Wel een beetje cool. Haar naar beneden. Ik moet nog eventjes doorkomen misschien. En ik ben klaar. Ik zal hem eventjes nog voor me zetten. Misschien kan je dan... Als je licht is dan net ietsje anders misschien. Kijk dan die highlighter. Dus... Oh, de highlighter boven mijn lip is al heel extreem. This is it. En dan ga ik nu verder met de rest van de dag. En dit is trouwens mijn outfit of the day. Ik heb weer mijn muts op. Ik heb volgens mij, ja, ik heb eigenlijk maar 1 muts. Dus ik heb weer dezelfde muts op, want ik ga straks fietsen. Dit kettingje is van, oh, ik moet wel even goed focussen op het juiste. Kettingje is van AliExpress. Ik draag nu eigenlijk 3 kettingjes een beetje op roulatie. En ze hebben allemaal een beetje een soort van sterrenthema met maantjes en zo. Dus dit is zeg maar de gouden variant. Dus deze is van AliExpress. En ik heb er ook eentje in rose gold. En eentje met sterretjes in het zilver. En zijn allemaal dus van AliExpress. En ik kreeg al een paar vragen over. Dus wil je linkjes hiervan? Ga eventjes naar onze 5 euro kerstcadeaus AliExpress shoplog. Ik zal hem eventjes in het i'tje linken. En in die beschrijving heb ik linkjes gezet naar de verkopers waar ik deze vandaan heb. Dat zijn momenteel echt mijn favoriete 3 kettingjes. Verder heb ik, of course, weer mijn zwarte trui aan. En ik heb de rode leren Lovies broek aan en mijn Vans. Het was eigenlijk ook het lookje die ik jullie liet zien toen ik deze broek aan het passen was. En ik dacht, nou ja. Dat ga ik vandaag even aandoen. Ik heb trouwens heel erg leuk nieuws gekregen gisteren. En dat is dat ik een winactie mag organiseren in samenwerking met Lovies. En we gaan shoptegoed weggeven. Dus dat is super chill. Dus als je iets hebt van... ik vond een paar dingen uit jullie shoplog ook heel erg leuk. Zoals die glitterbroek. Mocht je ook willen shoppen bij Lovies. Ik ga dus binnenkort een winactie organiseren op mijn Instagram account. Ik zal daar een foto posten. En het zal vast wel helemaal duidelijk zijn dat het een winactie is. Voor dat shoptegoed. Ik weet even niet uit mijn hoofd hoeveel shoptegoed het gaat worden. Maar het wordt denk ik wel een lekker bedragje. Waar je in ieder geval leuke dingetjes mee kunt shoppen. Zoals de glitterbroek of deze broek. Whatever you want. Dus ik dacht ik gooi die nog eventjes erin alvast als preview. We hadden net eten besteld via Foodora. En nu staat ook picknick voor de deur. Dus we hadden echt iets van oh my god, nu komt alles tegelijk. Lijken we net 2 luie donders die voor niks naar buiten willen. Dat is echt niet waar jongens. Echt niet. Maar dat is gewoon toevallig zo gekomen. En Tara is nu ondertussen even de boodschapjes aan het in de keuken aan het zetten. En Silly zit natuurlijk daar op de gang. Silmeister, het is nog helemaal geen etenstijd. Nee, hij denkt wel. En als je onze vlogs kent, dan weet je wel dat we hier super fan van zijn. Oh my god, wat lekker. Deze is van Tara met zalm en echt van alles en nog wat. Even kijken. En dit is mijn pokeball met tonijn. Oh my god, het ziet er zo heerlijk weer uit. Sriracha mayo. Japanse, nee wat is het, augurkje of zo. Of Japanse radijs. Ik heb hier zin in. En ik heb zo'n honger, je hoort echt mijn maag knorren ook. Heb jij trouwens wel eens een pokeball gehad? Inmiddels hebben die hier in Utrecht echt 3 tentjes zitten die dat verkopen. Misschien nog wel meer trouwens, nee 4 zelfs. Het is helemaal hot and happening op dit moment. Maar laat me eventjes weten of je ook wel eens een pokeball hebt gehad. Of dat je niet eens weet wat het is. Eigenlijk is een pokeball gewoon een soort van sushi. Maar dan in een kom eigenlijk. Volgens mij komt het oorspronkelijk uit
Hawaii. En sorry voor de lawaai dat Tara op de achtergrond aan het maken is. Ik wist dat je er wat over ging zeggen. Ik wist het toch. Ja, je loopt volgens mij extra zo nog te doen. Nee, maar waar was ik nou? Oh ja, pokeball lijkt dus eigenlijk een beetje wel op sushi, vind ik. Maar dan is het in een bol en ik vind het wel heel erg lekker eten. Gewoon lekker met stokjes. Ik kan het niet heel goed of zo hoor. Maar goed, laat me eventjes weten of je het kent en of je het ook wel eens hebt geprobeerd. En dan gaan we nu lekker eten, want ik heb honger. Oh, zo snel. Huh? Nou, dankjewel daar. Mijn sleutel zat vast in het slot, want hij is echt helemaal verroest. Dus toen ik hem vanmiddag op slot wilde zetten, hield ik dit over. Nou, wilde eigenlijk filmen dat we het eruit gingen halen, maar Tara heeft hem al. Dus ik heb als goed is nog 2 reservesleutels thuis. Dus dan kan ik tenminste weer op slot zetten. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Zo, ik heb even de knot ingedaan en ik ben op dit moment aan het koken. En ik ga een pasta maken met witte vis. Dat doe ik eigenlijk, nou ja, nooit. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat worden. Ik denk dat ik gewoon een witte romige saus doe met knoflook en spinazie en dat soort dingen. Het zal pas wel goed komen. Dus dit is de vis met knoflook. Ruikt wel heel erg lekker. En dan heb je spaghetti. Oké, ik heb er nu wat witte wijn bij gegooid en wat slagroom. Dus het is nog heel dun, maar dat wordt nog wel dikker straks. Hopelijk. En wat peper en een bouillonblokje. Dus dat smaakt wel erg lekker. Ik wil even kijken of we nog meer dingen in huis hebben. Want volgens mij heb ik eigenlijk helemaal niet echt heel veel spinazie. Nou, ik heb er net ook wat salie doorheen geroerd. En nog een beetje spinazie. Maar het is echt heel weinig. Ik heb eigenlijk alleen maar dit. Ik dacht dat ik nog wel wat meer groente in huis had voor in de pasta. Maar dat heb ik niet. Maar het ruikt echt mega lekker al. En ik vind salie sowieso ook lekker. En wijn in een sausje. Dus ik denk dat het wel een succes wordt. Oké, ik heb de pasta erbij gegooid. En het is echt veel meer pasta dan ik dacht. Dus de smaak is een beetje slapper geworden. Dus ik heb er net extra bouillon toegevoegd. En wijn. En laat ik het zo zeggen. Het smaakt oké. Maar het is niet de allerbeste pasta ooit. Maar het is best lekker. Nou, eet smakelijk. En ondertussen zet ik eventjes weer een serie aan. Weer alias Grace. Ik ben toch wel een beetje geïnteresseerd geraakt nu inmiddels. En ik ben nu bij aflevering 6. Vraag me af, heb ik al de hele tijd spinazie op mijn voorhoofd? Of gewoon alleen nu? Oh nee, ik kom er net achter dat wij de YouTube video niet online hebben gezet. Of de vlogmus van gisteren. En het is nu al 9:15. Dus dat ga ik nu eventjes snel doen. Sorry voor de vertraging. Maar dat ging eventjes mis. Ah, vind ik wel echt heel erg jammer, want ik denk dat deze dan sowieso veel minder views gaat krijgen. Maar goed, kan gebeuren. Ik wil heel eventjes mijn serie afkijken, ik had hem namelijk op pauze gezet. Nou, geloof het of niet, ik heb weer een nieuwe serie uitgekeken. Alias Grace heeft namelijk maar 6 afleveringen, dus ik ben er weer doorheen. Nu moet ik weer op zoek naar iets nieuws. Maar ik moet zeggen, ik moest er even inkomen. Want het verhaallijn is zeg maar een beetje rustig of zo. Het is niet een actieserie. En ik vond hem wel goed, denk ik. Het einde was wel heel goed, maar niet 100% satisfying of zo. Maar wel, ja, ik denk dat het wel een goede serie is. Misschien niet absoluut mijn favoriet of zo. Dus niet dat ik de hele tijd zat te kijken van wow. Maar hij is wel oké. Het is wel een leuke serie. Dat is mijn eindoordeel. Ik heb inmiddels echt mega hoofdpijn gekregen. Dus ik heb hier een flesje water paraat. Want volgens mij heb ik echt veel te weinig gedronken vandaag. En nog paracetamol. Want ik heb echt heel erg last van mijn hoofd. Hopelijk gaat het straks weg. En als het weg is, dan ga ik meteen naar bed. Want ik ben echt heel erg moe en het wordt ook wat later. Nou, vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En geef deze video weer een duim omhoog als je hem weer leuk vond. En dan zie ik jullie heel graag weer morgen terug in een nieuwe vlogmas. Doei!